We zijn bij Elsa wezen kijken. Die vond jij? Ik vond hem leuk. Ik vond hem ook leuk. En toen dachten we, dan gaan we met Tessa. En toen was ze verkocht. Dus dat was een beetje jammer. We gaan nu helemaal naar België. En dan gaan we bij Sterre kijken. Sterre is een kruising tussen een Belgische rijpony en een Arabiertje. En de video's zien er veelbelovend uit. Dus we gaan nu ruim 2 uur rijden. Nou, 1 uur 55 minuten, ik moet niet overdrijven. En dan zetten we Kim er weer bovenop. En dan gaan we kijken hoe Sterre is. Dus nou, dan gaan we rijden. Ja. Ja, moeten we eerst naar de manege om mevrouw zijn cap te vergeten. Ja. Dus dat gaan we eerst. En I keep dreaming of... Kim dichterbij. Oké, okay, we zijn hoe vaak verkeerd gereden? 3 keer of zo? Maar we hebben het gevonden. En we werden naar een route gestuurd. Ergens, ook zo'n lampje doen. Ergens, precies hierachter. Maar we hebben het gevonden, dus we gaan er nu gauw naartoe. Wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and wake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up, then I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. Keep dreaming of you. Of you. I keep dreaming of you. Tonight when the moon comes up and I go back to bed, my face on the pillowcase and I'll rest my weary head. Tonight I hope to dream that we are floating in the clouds. You'll be there to hold my hand and our feet won't touch the ground. Dit was Sterre. Wat vond je van Sterre, Kim? Ik vond het heel leuk. Vond je het leuker dan Elsa of niet? Ja, eigenlijk wel. En wat maakt haar dan leuker? Nou, gewoon, ze was wel een soort van braver. Nog braver? Ja. Oké. Ik vond haar vooral heel grappig. Ze heeft wel een conditie van een lantaarnpaal, gewoon helemaal niet. Maar dat komt omdat ze ook niet heel veel gereden meer wordt. Dat meisje heeft maar liefst 3 ponies. Dus dan is het wat veel. Nu gaan we terug naar Nederland en dan gaan we zaterdag nog een keertje kijken, maar dit keer met Tessa. Met het excuus dat we naar een groothandel gaan of geweest zijn en dat we even bij een pony moeten kijken die dan qua kleur goed bij de dekens past en zo. Maar zoiets gaan we verzinnen. Dus we gaan nu terug naar Nederland. Bedankt voor het kijken. Voor het leuke video doe vooral een duimpje omhoog en graag tot de volgende video. Doei! Doeg!